Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gasten zijn Arianne Strober en Sarah Zaghloula. Asielzoekers op Flakkee. Een groep vrijwilligers met de naam Connect Us, verbindt ons, doet er van alles aan om het hen zo aangenaam mogelijk te maken. Arianne, je zegt nee, we zijn geen vluchtelingenwerk, we zijn geen opvang van asielzoekers, wij doen activiteiten met vluchtelingenjongeren. Nou, daar willen we best wel wat van weten. Arianne, wat doen jullie zo al? We organiseren diverse activiteiten op vrijdagavond. Sport en spel, want dat is altijd verbindend. En daar nodigen we verschillende mensen vooruit. Vluchtelingenjongeren die hier nieuw zijn, die er al een langere tijd zijn. Maar ook Nederlandse jongeren, zodat je de verbinding krijgt en dat er nieuwe vriendschappen gesloten kunnen worden. En dat gebeurt ook? Ja, zeker. Oh, mooi. Dat is heel mooi. En dat is in Middelharnis? De sportavonden organiseren we in de Staver. Ja. Als daar de grote zaal beschikbaar is. En we hebben in Dirksland de locatie in de Ring. En daar organiseren we spelavonden. Ja. En met een tafelvoetbal, een airhockeytafel, pooltafel. En dan gaat natuurlijk ook een tas met gezelschapsspelletjes mee. En dat hebben we dan dus in Dirksland, in Onder de Wiek. Wat leuk. En ik kom ook uit Dirksland. Ik heb wel eens gezien in de Oude Biep dat er ook iets is. Ja, dat klopt. Dat komt omdat het een beetje... Het is best wel uit de hand gegroeid, zeg maar. We zijn klein begonnen. Toen zijn we in de Oude Biep begonnen. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel mensen dat we zijn gescheiden. We hebben de gezinnen, die zijn altijd welkom in de Oude Biep, één keer in de maand. En wordt iets voor kinderen georganiseerd. Daar is lekker een tafel met koffie en wat lekkers voor de vaders en moeders. En dan zijn we met de jongeren in de andere locatie. Dat is wel op hetzelfde tijdstip. Ja, ja. Dus de 12-plussers kunnen daarheen komen. Maar dan hebben we het een beetje verdeeld, zodat het wat behapbaarder is. Ja. En je doet dit fulltime? Nee. Ik ben leerkracht basisonderwijs. Ik geef les in groep 4. Okay. En ik ben met 5 dagen begonnen, maar dat ben ik wel minder gaan doen. Anders was het niet haalbaar. Zwaar, hè? Ja, ja, en omdat je daarnaast ook nog allemaal die vrijwilligerswerk dingen doet. Ja. Dus ik ben gewoon leerkracht en daarnaast heb ik contacten met diverse mensen van Goeree Overflakkee en organiseren we die activiteiten. Ja, daar gaat dus heel veel tijd in zitten. Dat verschilt. Als ik veel tijd heb, dan doe je er meer aan en soms versloffen er wat dingen. Ja. Heb je veel medewerkers? We zijn nu met een groep van 8 vrijwilligers. 8 jonge mensen die we actief daarin mee organiseren. Dat is mooi. Dus dat is echt supermooi. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja, ja, dat geloof ik. Dan ga ik nu even naar Sarah. Sarah, kun je iets vertellen over waarom? Want je komt uit Syrië. Dus we kunnen eigenlijk wel raden waarom je hier bent. Maar kun je er iets over vertellen waarom je in Nederland bent en hoe je hier bent gekomen? Ja, goede vraag. Eigenlijk door de oorlog hebben wij onze eigendommen verloren. En daarnaast is mijn vader ook ontvoerd. Daarom besliste hij om naar Europa te vluchten. Ja. En dat is Nederland geworden? Ja. Bewust Nederland? Of had je een andere keus ook? Ja, eigenlijk wilde hij dat naar Nederland vluchten. Want zijn vader vroeger werkte in Nederland. Mijn opa
Ik bedoel, ja, mijn opa ook werkte in Nederland. Hij verkocht kaas en hij ging naar Syrië om kaas te verkochten. Oké. Ja, ja, Nederlandse kaas. Ja, ja, ja. Lekker. Ja, dat kan ik begrijpen. Ja. En hoe ben je hier gekomen? Ja, met vliegtuig. Ja. Eerst mijn vader kwam en daarna ik en mijn moeder en ik. Oh. En je woont hier nu, hoe lang? Ik ben hier al 2 jaar. Al 2 jaar? Ja. Ik zou zeggen pas 2 jaar. Ja. Je spreekt Nederlands alsof je hier echt al veel langer woont. Dank je wel. Ja, dat is heel knap zeg. Want Nederlands is moeilijk, hè? Ja. Ja, heel moeilijk. Ja. Arabisch ook hoor. Ja. Ja, is heel moeilijk. Ja. Nog veel moeilijker. Voor ons is dat veel moeilijker. Ja. En hoe was het om in Nederland te komen? Eigenlijk, het is heel moeilijk om naar Nederland of zeg maar naar Europa te vluchten. Ja? Want wij komen van helemaal van de andere kant van het wereld. Ja? Ja. Ja. Dus wij zijn van Azië en hier Europa. Ja. Helemaal andere cultuur, religie, traditie en achtergrond ook. Ja, ja, het is helemaal anders. Ja. En daar sta je dan, als jong volwassene. Ja. En wat moet je dan? Je kwam in een asielzoekerscentrum? Ja. En dat lijkt me niet een fijne plek, maar misschien ben ik bevooroordeeld. Mm-hmm. Hoe is dat? Ja, het is heel moeilijk. Ja, hè? Ja. Zit je dan met allemaal mensen uit verschillende landen bij elkaar? Ja. En dan moet je het maar met elkaar zien te vinden. Ja, dat klopt. Hmm. En toen ben je uiteindelijk op Goeree-Overflakkee terechtgekomen. Ja. Dus je bent van Syrië, waar woonde je in Syrië? In Damascus. Oh, big city. Ja. Yes. En dan kom je naar Nederland. Ja. Een heel ander land, klein land, ja, laag, geen bergen, geen Oosterse mentaliteit, gewoon plat, nuchtere mensen. En dan kom je op Goeree-Overflakkee, wat nog platter is. Ja. Hoe is dat geweest? Voelde je je welkom? Ja, eigenlijk, we zijn erg dankbaar dat we hier in Nederland mochten komen. Maar het is heel moeilijk om in andere sfeer te wonen. Zoals Goeree-Overflakkee is ook helemaal andere hoofdsteden, zoals mm-hmm. Rotterdam, Amsterdam en zo. Ja, ja, en we zijn uit de hoofdstad Damascus gekomen. Ja, dus het is moeilijk. Nou, ja. Er is natuurlijk niet zoveel te doen hier. Nee. Als je naar buiten gaat, dat is toch anders ja. dan als je in Damascus naar buiten gaat. Ja. Maar jij, wat doe je overdag? Zit je op school of werk? Ja, ik zit nu op school in Den Haag, bij Haagse Hogeschool. Ja. Den Haag? Ja, Den Haag. Oeps, dat is een eindweg. Ja. Ja. Ga je elke dag naartoe? Ja, elke dag. Wow. Nou, dat vind ik heel dapper. Ja. Oi. Nou, en wat... ik vraag straks nog wel wat aan jou. Okay. Ik ga weer even naar jou. Hè? Want jij hebt nu... Jij werkt nu hoe lang al met asielzoekers? In februari 2016 ben ik naar vluchtelingenwerk gegaan. Ik heb gezegd, joh, ik heb wat tijd over. Is er wat voor mij te doen? En toen ben ik in contact gekomen met een Eritrese jonge vrouw uit mijn dorp. Ja, en dat groeide uit. En dat groeide naar... je ontmoet anderen en ze gaan jou allemaal kennen. Als er wat nodig is, dan weet ze je te vinden als ze problemen hebben of zo. Ja. En dat is uitgegroeid tot meer contacten. En in maart 2017, toen... is de wens nou niet de wens is al eerder ontstaan, maar toen zijn we begonnen met sportavonden organiseren. En dat was eigenlijk direct zo'n succes dat we
wisten dat we daarmee door moesten gaan. Ja. Dus sinds 2017 hebben we ook echt de activiteiten. Dus die de georganiseerde activiteiten, zeg maar. Oké. Je zegt, ik ben naar vluchtelingenwerk gestapt. Waarom? Ja, ik had wat lege plekken in mijn agenda. En, dat ik is was niet alleen, dat kan niet. Dan had je ook... Ja, en ik was al kaas kunnen gaan verkopen. Hè? Ja, dat is zo. Maar ik had gewoon werk, dus ik had gewoon inkomen. En je kan dan nog meer gaan werken, maar waarom? Ja. Je hebt al zoveel en je weet dat er mensen zijn die minder hebben. Of, of in ieder geval hier nieuw komen. En als je hier nieuw komt, dan is het moeilijk. Hoe ga je kennis maken met andere mensen? Ja. Dus ik had het grootste idee. Ik dacht, nou, misschien kan ik samen met iemand naar een sportclub gaan. Of andere dingen samen gaan ondernemen, zodat ze mensen leren kennen. Mm. Goed, dat is wel een beetje anders uitgelopen, maar dat is wel het begin geweest. Maar waarom? Je kunt in je vrije tijd een heleboel, je kan ook wandelingen gaan maken. Of waarom juist deze groep waartoe je... Ja, misschien werd ik er door aangetrokken, was ik er gewoon nieuwsgierig naar. Ik was een paar keer over de binnenweg gereden, naar de markt ging of ik weet niet precies waarvoor. En dan zag je dat gebouw, Vluchtelingenwerk Nederlands, en er staan altijd mooie slogans voor de deur. En dat triggerde me. Ik dacht, daar wil ik nou eigenlijk een keer heen gaan. En toen was er ook een nichtje van mij die... die daar vrijwilligerswerk ging doen. En toen zei ze, ja, je moet zeker gaan, want ze hebben altijd mensen nodig die wat hand- en spandiensten kunnen doen. En ik zeg, ja, maar ik ben niet van het papierwerk, dat moet je niet aan mij overlaten. Nee. Toen zei ze, nee, maar er zijn ook andere bezigheden, praktisch werk. En zodoende dacht ik, nou, nu ga ik toch maar een keertje daarheen. En dat was gewoon ook op het goede moment, want op dat moment was het ook nodig in mijn dorp. Dus zou ik iedereen aanraden. Nou, leuk. Leuk, leuk. Je loopt toch wel tegen dingen aan waar je van tevoren geen idee van had. Net zoals dat je komt in Nederland en je weet gewoon niet hoe de mensen zijn. Je weet niet waarom ze reageren zoals ze reageren. En dat zal jij ook meemaken, want het zijn totaal verschillende culturen. Ja, het is geven en nemen soms. Ja. Soms heb je, dan denk je, nu heb ik echt een goede afspraak gemaakt. Volgens mij was het echt duidelijk. Maar dan heb je elkaar toch een beetje verkeerd verstaan. Ja. De een heeft heel enthousiast over blauw zitten praten. En de ander heel enthousiast over geel. Maar uiteindelijk ben je een beetje in het midden uitgekomen. Ja. Maar in verschillende dingen. Want je hebt gewoon als vrienden, als contact heb je soms dingen waar je tegenaan loopt. Dingen, cultuurverschillen, dat kan alleen al met het woordje zijn, toch? wij zeggen vaak, als je luistert naar iemand en je bent ermee eens, zeg je Ja. Dat is gewoon een bevestiging. Ja, maar dat je actief luistert. Dat was in Syrië niet. Wat is dat iets anders in Syrië? Dat betekent nee. Oh. Dus alleen met zoiets simpels krijg je soms misverstanden. Ja. Waar je gewoon allebei geen weet van hebt. En daarom is het goed als je dat uitspreekt. En gelukkig heb ik een Syrische vriendin en een Israëlse vriendin, wat ook echt doorzetters zijn. Oh, dus ook al gebeurt er een keer zoiets dat zij denkt, zegt ze nou nee? En ik denk, ja, ik zeg oké. dat maakt niet uit, dat weet je van elkaar. Ja. En dan spreek je dat een keer uit en dan kan je weer door. Ja. En dat is wel denk ik heel belangrijk, dat je... soms dan in geduld hebt, maar ook eerlijkheid naar elkaar. Ja, vraag gewoon waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat? Want als je het alleen ziet en constateert, dan kun je verkeerde conclusies trekken. Ja. Wat inderdaad verwijdering geeft. En die openheid, daar zal jij tegenaan lopen. Want Nederlanders staan er onbekend dat ze zeggen wat ze denken. Ik weet niet hoe dat in Syrië is, maar er zijn natuurlijk een heleboel culturen... Die zeggen heel braaf ja, en ze denken, doe het niet. Hè? Dus hoe is dat in Syrië en hoe is dat om dan in Nederland te zijn, waar ze gewoon zeggen van ja, maar ho even, dat begrijp jij verkeerd. Ja. Luister eens goed naar mij. Ja. Hè, zo. Hoe is dat? Sorry, ik begrijp je. Je begrijpt het niet. Ja. Nederlanders zijn heel direct. Ja. Hè? Ze zeggen gewoon,
ik vind dat niet mooi. Ja, in Syrië helemaal. Nee, zeggen wij niet. Jij, nee. We moeten een beetje complimenten geven. Ja. Ja. Ja, dus hoe is dat om daarmee om te gaan? Ja, eigenlijk in Syrië zeggen wij niet direct ja of niet direct nee. Nee. Ja, als je zegt ja direct, dat betekent jij heeft misschien geen werk of jij doet niks. Daarom zeg je ja. En als je zegt nee, zonder redenen, dan waarom nee? Onbeleefd. Ja, onbeleefd. Ja, ja, daarom ja. Wij zeggen nee met een klein beetje complimenten. Ja. Nee. Ja, dan komt er een Nederlander naar je toe en jij vraagt iets aan een Nederlander en die Nederlander zegt nee. Ja. Ben je dan beledigd? Een beetje. Ja. Ja. Terwijl die Nederlander ja. Dat niet zo bedoelt. Ja. Wow. Nou, dat is uitzoeken. Ja. Oi, 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 dat is inderdaad. Andersom ook, ja. Mm-hmm. Ja. Dat is met z'n tweeën. Ja. Allebei open zijn. Soms heb je iets wel 3 keer aan iemand gevraagd. Ja, echt. Ben je echt op die tijd klaar? Dan denk je, nee, nu is de afspraak echt, echt helder. Maar het is andersom soms ook moeilijk. Ja. Omdat je in Nederland is een ja gewoon ja. Ja. Maar soms zeggen mensen ja uit beleefdheid. Ja. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk geen nee tegen je durven zeggen. Ja. Nou, er is nog veel werk te doen. Toch? Ja. Ja, maar daarom doen we juist activiteiten als sport en spel, want daar heb je ook niet zoveel van die ingewikkelde dingen, zeg maar. Nee, als je een sportje voetbal speelt, dan, ja. Dan heb je gewoon, dat is heel makkelijk in contact. En ook met spelletjes, dan heb je gewoon plezier met elkaar en dan hoef je even niet aan al die dingen te denken die jou hier gebracht hebben. Hoef je ook geen interviews af te nemen bij elkaar, want dat is ook echt wat de Nederlanders heel snel doen, van... Ja, zeg eens. Hoi, de eerste keer. Hallo. Waar kom je vandaan? Ze stellen zich voor, kom je vandaan? Waarom ben je hier? Ik heb dat gevraagd, Tweede vraag bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is eerlijk gezegd nog dan. Ja. Maar dat is automatisme. Dat zijn we willen als eerste heel veel weten van iemand. En het kan zijn dat we iemand daarna nooit meer zien. Maar dan hebben we het eerste gesprek gevuld. Ja, maar het is ook een vorm van contact zoeken. Ja, dat is zo. He, je wil niet alleen maar zeggen mooi weer vandaag. Ja. Nee. Tenminste, je moet een soort gespreksonderwerp hebben. En dat maakt het soms wel moeilijk. En daarom is het makkelijker om het via activiteit te doen. Want dan heb je wel... Heel mooi. De lach gedeeld met elkaar, maar... En daar ben je aldoende achtergekomen. Ja, absoluut. Ja. Ah, geweldig. Ja. Nou, even iets... Een beetje een gevoelig puntje. Er is nogal wat onrust in het land over asielzoekers. Niet iedereen is er blij mee. Hè? Nou zeg ik het voorzichtig. Er zijn mensen ongerust. Er zijn mensen zelfs boos. Merk jij daar iets van in Nederland? Ja, zeker. Ja? Ja. Doen mensen... Ja, een beetje, want ik zeg net dat wij komen van helemaal andere kant van het wereld. Ja. Dus ze zijn Arabisch en we hebben helemaal andere cultuur. Ja. En ook misschien, we zijn moslim. Dus ja, onze geloof helemaal ander hun geloof. Ja, ja, daarom vinden dat raar. Zijn mensen wel eens boos tegen je? Ja. Ja? Ja. Hier op Flakey? Ja, yes, soms hier op Flakey of in Rotterdam of bij Markt bijvoorbeeld. Maar hebben ze je dan ontmoet? Nee. Hoe kan dat nou zo? Lieve Zara. Ze zeggen maar wat. Ze roepen iets tegen je of zo. Eigenlijk die oudere mensen. Ja? Ja, vinden. Ja, oude mensen. Niet de jongeren? Nee. En soms zijn jongeren bijvoorbeeld... En poes, ja, kijken naar mij zo, een beetje raar. Ja. Waarom zij draagt hoofddoek dan? Ja. 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 En oude mensen begrijpen niet ook waarom ik draag hoofddoek of waarom we zijn moslim. Ja. Ja. Maar ze praten er niet over met je? Nee, alleen kijken. Ja. Ja. Dat lijkt me wel heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Ja, maar niet hele Nederlander mensen zijn zo. Nee. Nee. Tuurlijk nee, niet. Nee, nee, nee. Ja.
Nou, en jij, merk jij er iets van? Stel je vraagt iemand, joh, wil je meedoen? Of je vertelt, ik doe dat of dat. Zijn er mensen die dan reageren van op een akelige manier? Niet veel. Meestal doen ze dat op het moment dat je er niet bij bent. Oh, nee. Directe Nederlanders. Nee, ik heb wel eens gesprekken met jongeren gehad. En gaandeweg merk je wel dat ze daarin milder worden. En ik vraag ook, dan vraag ik wel eens van, joh, hoe kom je erbij? Want het kan zijn dat iemand een negatieve ervaring ermee gehad heeft. Ja. Dat iemand zijn, ze daarin, dat het hartstikke gegrond is. Ja. Maar over het algemeen hebben ze nog nooit met een Syriër of een Eritreër gesproken. Dus is het helemaal niet gegrond. Nee. Dus met die mensen probeer ik ze altijd uit te nodigen. Kom een keer kijken bij ons. Dan, en doen ze dat? Nee, ik heb één keer, dat was wel echt een hele mooie ervaring. Toen was er een jongen gekomen die inderdaad ook erg negatief was. En aan het einde van de sportavond zei hij, ja, ik ben echt anders gaan denken. Ach, wat leuk. Dat was echt een cadeautje. Ja, dat was echt het mooiste. Omdat ik dan vind, ja, dan heb je de moeite gedaan om in ieder geval één keer te komen kijken. Mm-hmm. En dan kan je er in ieder geval wat over zeggen. Ja. Zeg, ik zie net bij de regie dat we moeten gaan stoppen. Wat jammer. Wat jammer vind ik dit. Ja. Dan heb ik nog een laatste vraagje. Mensen die dit zien en zeggen van, joh, lijkt me wel wat. Kunnen jullie die gebruiken? Absoluut. Absoluut. Nou, iedereen is sowieso welkom om een keer te komen kijken. Ja. Want dan zie je wat het is. Dat zou wel heel erg leuk zijn, hè? Dus ja, je mag het gewoon zelfs rechtstreeks in de camera zeggen. Mag dat nog? Is daar nog tijd voor? Hè? Zeg het maar. Oh, we hebben even denken hoor. ik kan het telefoonnummer niet zo opraden. Nee, geeft niet. Maar op Facebook is er ook een groep Connectus. Ja? Als je daarop zoekt, daar zet ik altijd alle data op. En er is ook een telefoonnummer, dat kan er misschien ook wel via ergens terechtkomen. En dan, en anders dan mogen ze altijd mij mailen. Ja. Hè? Heel hartelijk bedankt. Ik vond het fijn. Ik hoop jullie ook. Sara, misschien wil je nog iets zeggen als laatste opmerking? Ja, graag. Ik wil de mensen van Nederland bedanken voor de hulp. Er zijn heel veel aardige mensen die ons hebben geholpen. Zodat we ons hier thuis voelen. En ik wil iedereen uitnodigen voor naar Connect Us. Nee, sorry. Ja, nog een keer. Ja, oké. Okay. Ik wil iedereen uitnodigen om naar Connect Us te komen. Nou, dat vind ik nou zo leuk dat je dat nog even zegt. Want het lag een beetje aan mijn vragen ook, dat je daar niet aan toe kwam, denk ik. Ja. Nee. En Arianne, jij hebt vast nog wel een telefoonnummer voor ons, of een e-mailadres, of wat dan ook. Ja, zeker. Op Facebook van Connectus, daar zetten we altijd de data op. Maar we hebben ook een e-mailadres, connectusgo@gmail.com. Daar kun je ook altijd je vragen via stellen. En we hebben ook een 06-nummer. Als je daar een berichtje naar doet, dan word je ook altijd uitgenodigd. Of je kan in de status zien wanneer de volgende keer is. En dat 06-nummer is 06-85-05-37-83. En voor de rest zeg ik, kom inderdaad gewoon een keertje kijken. Ja, leuk. Ja. En als je buiten de leeftijdscategorie valt, dat kan eigenlijk niet als je ook naar de oude Piep kan gaan. Ja. Maar dan moet je gewoon naar de binnenweg gaan en de kinderen bij vluchtelingenwerk naar binnen stappen. Oké. We hebben altijd handen nodig. Dit was het voor vandaag. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De Huiskamer wordt uitgezonden door Slogo op Ziggo kanaal 36, KPN 1371. En terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakkee.nl. Tot volgende week.